En om de parade af te sluiten, konden er ook geen kindjes ontbreken om mee af te beelden. Omdat uiteindelijk, in Aalst wordt carnaval echt met de paplepel meegegeven. En dat is van generatie op generatie. En vanuit de school ook wordt er heel wat georganiseerd. Rond carnaval zijn er bezoeken aan de werkhallen. Worden er zelf mini-optochten gedaan in de klassen. Bestaat er het chefkesbal? Is er uiteraard de wintervoor die er ieder jaar is. Die er zelfs blijkbaar langer is dan dat carnaval zelf bestaat. En waar dat er de dag van het kind is. Waar dat eigenlijk alles in teken staat van het kind. En waarbij dat heel veel moeite gedaan wordt om ervoor te zorgen dat ook de toekomst van Aalst carnaval gegarandeerd blijft door eigenlijk de traditie verder te zetten van generatie op generatie.